Deze nieuwsuitzending is in de serie Welsmerg. Wereldsmart van wereldsmart huilt mijn hart. Dat is de ene invulling. Die andere is uh, dat ik nuchter ben. Want vijf weken geleden ben ik gestopt met het dagelijkse tot meenemen van enorme hoeveelheden alcohol. En het wegpaffen van nou, ongeveer nou, bijna 5 euro wiet per dag. En uh, navernanten, uh, tabak erbij en zo. Vijf weken geleden gestopt met alcohol en wiet. Ook af en toe nam ik wat speed. Dat doe ik ook niet meer. En ook wel eens uh, paddenstoelen. Zo. Dat doe ik ook niet meer. Eigenlijk doe ik helemaal niks meer, Het ben helemaal saai, de hele dag zit ik thee te drinken. Spat man. heel erg nuchter. En het onderwerp voor vandaag is 9-11, 11 september, die aanslagen van 2001. En ik moet nog een pakkende titel verzinnen, maar die weet ik wel aan het einde van de rit. De reden dat ik hier over begin, is dat ik net een gesprek heb gehad met mijn tante Irene. Die heel erg blij was toen ik haar vertelde, ze was gisteren of zo jarig en daarom belde ik haar. Maar ze was heel erg blij dat ik gestopt was met uh, die suiperij. Nou zei ze, ik, ik, vond het zo, ik vond het gewoon moeilijk om met je te spreken. Het was net of je... Of ik niet overkwam of dat jij niet overkwam. Je was. onbereikbaar. Dat soort woorden gebruikten ze. Je kwam er gewoon niet doorheen. Zoiets zei ze. Ik kan me daar wel, iets bij, ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Ik was erg gefrustreerd en erg boos. En vandaar al het gesuip. Nou, zo kwam ik dus met, uh, met Irene dan te zei: nou ik ben blij dat je gestopt bent en la la la. Dat klinkt je nu helder. En nu, uh, nou kortom, uh, hè, na regen komt zonneschijn. Ze wenste me ook succes met het vinden van een baan. En ze zei, ik hoop dat je het meest lullige baantje weet te treffen wat er maar te krijgen is in Arnhem en Omstreken. <laughs> dat bedoelde ze natuurlijk positief. Met een mooie toe aan een nieuwe, ja, een nieuwe levensfase. Ja. Je kan er misschien zien dat dat gezuip van mij... dat was een, uh, een soort uh, ja, jubilee of zo. Een soort feest. Ja. Alle dagen een feest. Zoals Remco Kampert zei... in het leven is veel aan mijn neus voorbij gegaan... doordat dat, zijn neus dus... Toevallig in een glas stak. Oh, oh, oh. Ik ga nog de, de hoogtepunten van uh, die zuiptijden, die komen nog uh, op schrift. Daar ga ik een boekje van maken. En jullie gaan het allemaal aan mas kopen. Maar het onderwerp is dan uh, die aanslagen van 11 september want hoe kwam ik erop met mijn tante Irene? Dat is namelijk dat zij zei: van, "Ja, maar jij bent ook zo'n wereldvreemd figuur en jij hebt nooit echt in een organisatie gewerkt." Nou, is dat niet helemaal waar? Ja. Het is zo dat ik in een organisatie, ik heb er wel gewerkt. Ik heb bij Haskoning gewerkt, niet heel lang, een stage gelopen, maar. Nog iets van drie maanden of zo... heb ik in Nijmegen gezeten. Ja. Nou, ik ken het wel. Die corporate business. En ik heb ook bij de KEMA gewerkt. Hè? Keuring Elektrische Materialen en Apparaten. Er waren allebei hele leuke stages. Qua onderwerp. Qua collega's of zo? Absoluut niet. <laughs> ja, ik weet niet wat het is... maar ik hou niet van oppervlakkig... Geklets. Ik had bijna geouwe hoer gezegd. Ja, zei mijn tante. Maar je kijkt ook geen tv. Ik denk, nou, daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Op de tv wordt gelogen. Dat vind ik erg. En als je kijkt naar de TV, dan krijg je het idee dat 30% van de mannen. dat zijn reetridders. Van ach nee, mallard. Dat meen je niet. Gekkie. Ja, ik hou er niet van. Ik hou niet van sodomieten, Punt. En ik hou niet van die mensen die allemaal zo vrolijk doen. Halleluja. Oh, en de BTW gaat omhoog. Halleluja. De BTW gaat omhoog. Oh, wat fijn. Ik word er uh, ja, een beetje onpasselijk van, eigenlijk. Ja, zei ze, maar dan kijk je niet naar de tv en dan ben je ook niet op de hoogte. Dan denk ik, ja, nou hangt je helemaal aan mijn fiets. En mijn tante Irene, die gelooft nog steeds dat het Osama bin Laden was die achter die aanslagen van 11 september zat. En dat is helemaal niet waar. En ik weet niet hoe jullie erover denken. Ja, zij zei tegen mij: van ja, het is jouw uh, waarheid, of jouw mening, dat het over. Het is jouw mening dat het Osama bin Laden niet was. En mijn mening is dat het Osama bin Laden wel was. Waarop ik zei: nou, mijn mening is het bijvoorbeeld ook dat als ik iets loslaat, dat het dan naar beneden valt. Ja, zegt ze, maar dat is geen mening, dat is zo. Ik zei: ja, precies. En zo is het ook dat het niet al samen binnenladen was. Kijk, liegen is een kunst. En die kunst die kan je... die kan je verfijnen. En als je iemand die kunst ziet bedrijven... dan weet je dat er iets aan de hand is. Toen... Toen dat vliegtuig... in Pennsylvania... dat was vlucht... 93... dat vliegtuig... daarvoor gelden dan... Gold, het verhaal... Dat de reizigers, die waren in opstand gekomen, die hadden die mensen in de cockpit overmeesterd. En toen is er van alles misgegaan in die cockpit. En iemand schreeuwde nog, Allahu Akbar of zo. Toen is dat vliegtuig uh, naar beneden gegaan en verdwenen in de grond. Voordat dat vliegtuig tegen die ellendige, dat ellendige eindpunt bereikte, toen hebben mensen in dat vliegtuig nog gebeld met hun familieleden. Zo was er een man en die belde zijn moeder en die zei: Hallo, mam, je spreekt met Jan de Graaf. Maar dat klopt niet. Als ik mijn moeder bel, dan zeg ik uh, dag mam, met mij. Toch? Of ik zeg hem met per. Ja, zo heet ik in mijn familie. Dus, uh, per. Met per. Oh, ik zit in een vliegtuig en uh, het is gekaapt. En ik uh, vraag me af of ik het er levend vanaf ga brengen. Want ze roepen de hele tijd Allahu wa'kbar. En inshallah. Maar ik ga niet zeggen, hallo man, dit is Periwinkel. Een van de motoren van dat vliegtuig is op acht kilometer afstand teruggevonden. Rara, hoe kan dat? En het debris, debris, hoe noem je dat nou? De hele tijd dat ik me afvraag, hoe heette dat nou ook alweer? Even kijken, het Translates. Zo. Ik hoop dat mijn tante dit ook laatst had. Debris. Puin. Ja. ja, bij puin denk ik toch aan steen of zo, hè? Maar het is dan puin. Er dus zat nu, nu ja. ja, er zaten natuurlijk geen stenen in dat vliegtuig, maar ja. Nou, je kan je er iets bij voorstellen. Uh, stukjes uh, papier, uh, stukjes uh, stoelen, uh, zeg maar. Stukjes aluminium natuurlijk. Het was een cirkel van, nou ook iets van acht kilometer of zo, waarin het allemaal lag. En dan die plek waar het vliegtuig dan in de grond was verdwenen. Um, ja, er liepen wat mensen in de rond... een uh, van die witte pakken. En die liepen een beetje interessant te doen. En uh, naar die kuil te kijken. En diezelfde dag was er een persconferentie. En er zat zo'n heel team mensen. Zat dus klaar. En allemaal van die cameramensen... met microfoons en alles. Oh, 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 hier is de persconferentie. En die man die zei dus... van Ja, nou, er zit dus een vliegtuig daar. Uh, op 100, 200 meter afstand uh, of iets verder. Een vliegtuig in de grond. En ja, dat moeten wij uh, naar boven zien te krijgen. Met dezelfde... Uh, ja, Voorzichtigheid. Als dat een archeoloog dat doet. Dus dat wordt uh, heel voorzichtig. Met een kwastje gaan wij uh, die grond opzij uh, werken. Om dan te kijken of we dat vliegtuig kunnen vinden. Dat is ook het laatste wat we weten van die, uh, van die vlucht. 93 was dat vluchtnummer. En. Die Rumsfeld, Donald Rumsfeld, die zei nog: van ja, dat was toch wel een drama hoor: dat, uh, dat, uh, dat vliegtuig dat Flight uh, 93 uit de lucht werd geschoten met een raket. Uh, heb ik dat gezegd? Oh, ik bedoelde neergestoord. Dat was zogenaamd een uh, verspreking van meneer Rumsfeld. Ja. Hey, dan moet je toch dingen. Dan moet je toch een belletje gaan rinkelen dat er iets niet klopt. Joh, Rumsveld heeft zitten liegen. Ja, hij heeft zich versproken. Ja, maar versprek je toch niet zo, hè? Hij was minister van Buitenlandse Zaken. Hij was samen met Dick Cheney. Uh, ja, en George Bush. George W. Bush. Dan waren ze toch de, voor de militaire macht en zo. En Dick Cheney was de vicepresident. Die zaten met z'n drie op hetzelfde niveau. Je ga je toch niet zomaar zeggen: 'Want de vliegtuig is uit de lucht geschoten met een raket.' Nee, dat kan niet. Dat, als het wel, en, die, en die persconferentie, met dat dan zo'n fijne vent is, een mooi pak. Eh, zo recht in de camera, zo zegt wie. Uh, en we gaan de vliegtuig naar boven halen met dezelfde nauwkeurigheid en voorzichtigheid. als dat er normaal gesproken archeologisch onderzoek wordt gedaan. Dus we gaan werken met kwastjes en hele kleine schepjes. Nee, we gaan geen graafmachine erbij halen, want uh, ja, straks maken we het vliegtuig kapot. Dat klopt toch iets niet? Ja. Dus het officiële verhaal van 9-11, dat rammelt. Dat geldt ook voor die inslag in het Pentagon, waar wel geteld vijf camerabeeldjes van zijn. Ja, dus vijf stils, heet dat met een mooi woord. De klik, 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 klik. Meer niet. Dat is bij elkaar uh, 30 beeldjes per seconde. Nou, maar uh, Dus uh, 30 gedeeld door. Nee, 5 gedeeld door 30. Dus dat uh, is 1 zesde seconde uh, beeldmateriaal. 1 zesde. En alle beveiligingscamera's in de omgeving. Daarvan is het materiaal. Dat het, uh, die, die band, bandmateriaal. je ook. Uh, Tankstations, hè, die mogen camera's opstellen. Voor het geval de mensen wel tanken, maar een heel klein beetje vergeten om af te rekenen. Wat kan, hè, dat, ja, dat kan iedereen overkomen, maar dan, hè, dan krijg je in ieder geval nog een bonnetje thuis van, hé, hey, u heeft getankt. Maar u heeft niet afgerekend. Dus, oh, sorry, Jan, ja, ik, ik ben wel eens een beetje verstrooid. Maar dat mag dus. Maar al die beveiligingscamera's iedereen moest uh, tapes inleveren. En nooit teruggegeven, hè? Nee. Gek hè? En die, die krater, die inslag, dat, dat gat van de inslag, daar, daar past geen uh, Boeing 737, wat was dat? Die past er helemaal niet in. En het vliegtuig was gevlogen door uh, Hanji Hanjour of zo. En die had er nou een oud uh, zijn brevet gehaald voor het besturen van een Cessna. En een Chesna is een eenmotorig uh, vliegtuig waar twee, drie mensen in passen. Dat is wel wat anders dan een, een Boeing 737. Hé? He? En het ding heeft ook nog een. Hoe heet het dan? Een screw gemaakt. Hoe noem je dat nou? Ja, een een kurkentrekkerbeweging, zeggen wij op het Nederlands. Van 270 graden. Dat is dus, uh, een, een drie kwart in de rondte, zo'n beetje. En dan moet je zo'n loris van een ding, helemaal zonder begeleiding van de grond, dan moet je helemaal zelf denken. keer... dan gaan we keihard ook en dan kaboom erin. Ja, ja, je geloof daar. En dan zit er een gat in de muur, nou. De, Ach, joh, daar kan toch niet dat vliegtuig in verdwijnen zijn? En dan wordt er rustig gezegd, van, ja kijk, het zal dus volgt. Die, uh, die neus, die boorde zich erin. En uh, toen zijn die vleugels uh, zo naar achteren geklapt. En is hij zo helemaal zo erin gegaan. En toen is het vliegtuig uh, verdampt. Ja, ik laat even een pauze vallen. Hè? Dus dat vliegtuig ging erin. En toen is het in het Pentagon verdampt. Ja. Vliegtuigstoelen, de hele carrosserie van het vliegtuig. De mensen die erin zaten, de koffers, de kleren, de laptops, alles is verdampt. Ja. En toen was het allemaal gas geworden. En toen kwam er een windje langs. En toen is alles weggewaaid. Ja, het was toch verdampt. Ja. Dan heb je Pennsylvania. Waar dat vliegtuig. Dat zou eigenlijk naar het Witte Huis gegaan moeten zijn. Hè? Nou, uitermate merkwaardig. Waarom ligt die motor op zoveel kilometer afstand? Hey? En waarom gaan ze niet met graafmachines aan de slag? Om uh, dat ding. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Waarom niet? Nou, ja, ja, dat neemt wel heel voorzichtig uit. Gaan we archeologische nauwkeurigheid bij betrachten. Je ja. doet nooit meer wat van gehoord, hè? Nee. we hebben er niks meer van gehoord. Nou, en dan het verhaal bij het Pentagon. Heel toevallig was die, uh, dat stuk van het Pentagon... waar dat ding in knalde daar zat de afdeling die op zoek was naar de verdwenen. Het ging het om de verdwenen biljoenen. Moet je niet gelijk gaan lachen van bil, oh biljoen, oh bil, bil, biljoen. Ja. ja, duizenden miljarden dollars waren er plaat te staan. En zij waren bezig met die, uh, de boekhouding, al die dingen na te pluizen waar die poen gebleven was. Ja, die mensen die daar werkten, die zijn een heel klein beetje dood gegaan. Ja. Knock, knock, who is there? Boing. Heel treffend staat er op internet een foto waarin je dat, dat gat ziet wat er in de muur van het pentagon zat. En je ziet een gat in het kantoor van, wie was dat nou ook alweer? Niet Mladic, maar die... Andere vent. Die is die serp. Was het nou wel Maladic? Nee, niet Maladic. Oh, wie was dat nou? Maar dat maakt niet uit. een of andere serf. Die had daar een kantoortje. En dat was. Uh, daar hadden ze een kruisraket uh, in laten boren. En dan zie je die twee foto's naast elkaar en dan zie je ongeveer dezelfde schade. Dat was ook niet Je Die had die Mladic. Dat was die militair. Dan had je die. Nou wow. ja. Die andere serf. Ja. Milošević natuurlijk. He he. Ja, zie je wel. Ik heb geen Korsakov. Nee, in het Pentagon is een kruisraket geschoten. Verklaart ook het feit dat ze, ze hebben iets hebben gevonden van een motor. Ja, die is bij lange na niet zo groot als een motor van een Boeing 737. Nee, dat was ook maar een motor van een kruisraket. Nou, dan moet je toch echt al een aantal dingen. Ja, wat gaan zeggen. Als je deze twee verhalen al gehoord hebt. En dan krijg je dan de, wat iedereen weet van die twin Towers, Die in elkaar zomaar in elkaar gingen storten. Dus, uh, die vliegtuigen waren erin. woe, dicht. Nou, wow, wow, nou en voorlopig, in eerste instantie gebeurde er helemaal niks. Het is gewoon een die dingen knalden erin. En een grote vuurbal. Dus nou dat was de kerosine mag je aannemen. En toen helemaal niks. Er stonden ze te roken. En die rook dat was de donkere rook, donkergrijs tegen het zwart aan. Dat duidt op onvolledige verbranding en dat duidt op een lage vuurtemperatuur. En wat stond daar te ja, smeulen? Ik moet je zeggen, ze stonden te smeulen. Je zag ook helemaal geen vlammen meer. Hè. Nou, die hitte, voor zover die er was, ja, die gaat naar boven toe. Maar die verdiepingen daaronder, ja, ja, die, die werden nauwelijks verhit natuurlijk. Door die inslag van die vliegtuigen. Nou, dat ging dan een uur lang goed per gebouw, ongeveer. Hè. En toen zakte het gebouw wat als tweede geraakt werd. Die zakte als eerste in elkaar na drie kwartier, en dan die andere nou, drie kwartier later of zo. En die gaan omlaag met een snelheid die is zo goed als gelijk aan de aan de vrije val. Ietsje minder. Huh? Zoals die gebouwen in vrije val naar beneden waren gekomen. Dat betekent dezelfde tempo als een hamer in vacuüm. Dan, ja, dan doet een hamer doet er ongeveer 10 seconden over voordat hij 400 meter heeft afgelegd. En die gebouwen deden er 16 seconden over. Dat is behoorlijk snel hoor. Zulke het even uitrekenen, zo. 400 meter in 16 seconden. Dat even doen voor de gein. Want daar begint het. Hè? Als je kan rekenen, dan snap je dat het, het officiële verhaal niet kan. 440 meter was het. 440 is ongeveer gedeeld door 16 seconden. Ja, dat is dan 27 meter, maar 28 meter per seconde. Ja, en dat keer 36,00. We ga naar een uur. Hè? 99 kilometer per uur vrij hard. Hè? 99 kilometer per uur. Terwijl er ook explosies gemeld waren in de Kelder. En waar kwamen die dan vandaan? Erg merkwaardig verhaal. En er is een opname van die brandweerlieden. die dan. erbij aanwezig waren geweest. toen die gebouwen in elkaar uh, denderden. En dat die ene brandweerman tegen die andere. of nee, in de camera, ze stonden met een groepje. En. Tegen de camera mensen werd er gezegd: van ja, je hoorde explosies. Boom, 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 boom. boom. Explosies. En in het 9-11 commission report, wat pas na jaren is uitgebracht. Daarin stond vrolijk dat die gebouwen heel makkelijk konden instorten, want het betrof een holle constructie. Letterlijk. Als je me niet je love, zoek het maar op. Het 9-11 Commission Report kan je als PDF nog steeds vinden op internet. En daarin zit een zoekfunctie. En zoek maar op het woord hollow: H-O-L-L-O-W. Van Willem. Daar staat het in. De Twin Towers, dat waren holle constructies. Nou, dat is een leugen, want het waren geen holle constructies. Die dingen hadden in het midden gecentreerd, stonden daar 47 basiskolommen. De, de core columns, dus de kernkolommen zou je ook kunnen zeggen. De hoofdkolommen, de core. Ja, natuurlijk was dat zo gemaakt. De, de binnenkant, het de centrale deel, dat is super, super staal, hartstikke dik. En dan naar buiten toe kan het wat minder zijn, maar de, de grote draagkracht, die, die ga je centraal natuurlijk steunen. En dat, daartussen zitten de, de lifttoestanden. Het was heus wel een goed geconstrueerd gebeuren. En dat stort niet zomaar in elkaar met een snelheid van 99 km per uur. Dat kan niet. Nou, en of dat nog niet overtuigend genoeg is dat het officiële verhaal niet klopt. Dan hebben we nog het in elkaar storten van gebouw nummer 7. Want die twin towers waren een onderdeel van het World Trade Center complex. En dat was WTC 1 en WTC 2. Ja. World Trade Center. World, tra uh, World Trade Center. Ja, niet complex, maar center. Hè. Uh, World Trade Center 1 en World Trade Center 2, dat waren die twee hoge jongens. Dan had je ook nog nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6. Ja, ook allemaal tot uh, verpulverd. Uh, hè? Allemaal helemaal helemaal vreemd weg. Maar dan gebouw nummer 7. Die zakte in elkaar om half vier lokale tijd in New York. Dus morgens om 9 uur knalde het eerste vliegtuig. Nee, kwart voor negen of zo. Om kwart van negen het eerste vliegtuig en om negen uur het tweede vliegtuig. Om half tien dat ding in de pent het Pentagon. En ietsje later uh, die toestand in Pennsylvania, hè, waar ze dat arche archeologisch onderzoek zouden gaan doen om heel voorzichtig dat vliegtuig naar boven te halen. En vooral niet met graafmachines gaan werken. En waarom die motor op uh, acht kilometer afstand ligt, lag dat uh, ja, dat was toeval. Ja, je kan nu één keer niet alles verklaren. En dan om half vier, smiddags, zakt WTC 7 in elkaar. Dat was een gebouw van 47 verdiepingen. En het World Trade Center is 110 verdiepingen. Dit was een gebouw van 47 verdiepingen. Dat is nog steeds erg veel. Ik zou hier zo snel niet een gebouw weten wat zoveel verdiepingen heeft, hoor. Ja. En dat gebouw is in elkaar gezakt in een tijdsbestek van 6,7 seconden. Waarvan de eerste paar seconden, dat was puur vrije val. 9,8 meter per seconde kwadraat. Om er even een natuurkundige term er tegenaan te smijten. Puur vrije val. Dat was bij die twin towers niet. Dat ging uiteindelijk met een snelheid van 100 km per uur. Boom, 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 boom. Oftewel 27 meter per seconde. World Trade Center nummer 7 is uitermate vreemd. Waarom stortte dat ding om half vier smiddags in één keer in elkaar? En waarom zei de brandweer, of riep de brandweer van tevoren dat iedereen weg moest, opzij moest, want het gebouw zou in elkaar gaan storten? Hoezo wist de brandweer dat? Of de politie of whatever? Ze wisten Ze zaten mensen te waarschuwen. Well, get away, get away, get away. Something is going to happen. Zo. Uit de weg, uit de weg, uit de weg. Er gaat hier iets gebeuren. Uit de weg, uit de weg. Ja, hoe wisten ze dat? Dus ik hoop dat mijn tante Irene dit uh, beluistert. Zo. dit nou een half uur dus nou, en de tante Irene kan nu ophangen, want ik heb ze een beetje alles verteld. En voor jullie, ze waren dit al lang van plan. Er is een idee om, uh, om moet zeggen, ja, om mensen te houden. Net als dat je varkens houdt of uh, aardappels kweekt. Ja, je bent uh, de baas van de aardappels, uh, de baas van de fruitbomen ofzo. De baas van het graan of katoen. Of, uh, je bent de baas van de koeien of de baas van de kan je niet meer doen, vissen. Je hebt vis Zo'n kennis van mij, die heeft garnalen gekweekt ergens in Amerika. Was een leuke handel toen het nog leuk was. Toen vond hij het saai, heeft hij de boel verkocht, is hij wat anders gaan doen, die vent is stinkend rijk. Ja, of je bent de baas van de mensen. En daarmee ben je de baas van de bazen van de koeien. Dan ben je de topbaas. Maar dan moet je de mensen onder je zien te krijgen. En er wordt al heel lang studie naar gedaan met hoe je mensen ja, voor je kan laten werken. Het is een slavernij, is dat meer niet? En de oudst bekende vorm van die slavernij dat komt uit Babylon. Daar is het al opgezet. En Babylon is gemetasteerd. Babylon en Egypte, by the way, dat was ongeveer dezelfde tijd. Hè? En dat was hetzelfde principe. Die, die toestanden met die piramides, dat is niet echt Egyptisch. Dat is Babylonisch namelijk. Ik heb zelfs nog geweten hoe dat volk heette wat daar binnen trok. En daar de boel overnam. Nou, dat is de tijd waarin die Joden onder, daar in slavernij zaten ook. En Toen is dat doorgetrokken naar Griekenland. Vanuit Griekenland doorgestoten naar... Het noorden van Italië of het midden of zo. Wat we nu Vaticaanstad noemen. En in 1472 of zoiets. Toen zijn de Tempeliers opgeheven. Dat was een onderdeel van de Katholieke Kerk. De Romeinse, uh, katholieke, de Romein, ja, de Romeinse katholieke Kerk. Dat is begonnen in het jaar 324-325. Met het concilie van Nicea. Toen hebben ze het gedachtegoed van de christenen uh, overgenomen. En. Ja goed, ja, toen begon dus dat, dat heilige Romeinse Rijk. Dat komt dus, je kan het allemaal terugleiden tot Babylon. En in 1472, toen zijn die tempeliers, die, zijn, ja, die orde zijn, was niet meer zo actief. En die hebben zich uh, teruggetrokken, tussen aanhalingstekens, in Zwitserland. Weet je ook gelijk waarom Zwitserland neutraal was tijdens de Tweede Wereldoorlog? want dat was uh, gebied van Babylon. Vanuit Zwitserland werd uh, Adolf Hitler bijvoorbeeld gefinancierd. En werd wel meer uh, gedaan vanuit Zwitserland. En de paus staat overal achter. Het pausdom is de politieke macht van de aarde. Je hebt zo'n man in Amerika die heet Eric John Phelps. Ik denk dat weinig mensen zijn stem kunnen waarderen. <laughs> Ongelofelijke. Uh... Ja, ja. Ja, ik denk dat je. Ja, nou, moet zeggen? Ja, je mag hem arrogant noemen, maar ik denk het wel. Ik noem hem maar arrogant. Ik heb wel veel naar hem geluisterd. Het maakt mij niet zoveel uit hè, dat iemand arrogant is gaat mij erom wat hij te vertellen heeft en of dat ergens op slaat. En hij vertelt toch echt voor een groot deel la vérité. En wat andere mensen vanuit andere hoeken, hele andere hoeken ook beamen. Waar ik Eric John Phelps op, ja. Waar ik hem niet mee volg, is als hij begint over uh, segregatie. Dat hij niet om wil gaan met negers. Zo. En dat gaat mij te ver. Ik snap al dat er iets achter zit van hem. En ik kan dat voor een deel wel volgen. Maar het gaat mij te ver. Ik vind het niet de goede manier om dat zo te uiten. Want punt 1, het kan niet. Dat vind ik al vervelend dat je komt met een plan wat niet kan. Ik zou niet weten hoe je dat moet realiseren. Moet je dan zeggen ja, dat Texas of zo, dat alle negers moeten weg naar Texas? Dan krijg je toch die negers daar niet aan doen, man. Ja, maar dan krijg je die negers dan een eigen negerstaat in Minnesota. Ja, dan moeten ze alle blanke weg uit Minnesota. Ah, ja, nee. Ik vind het niet reëel. Niet realistisch. Zijn er zijn nog een paar puntjes meer. Maar voor de rest spreekt hij wat mij betreft de, de waarheid. Hij zegt dat kardinaal Egan, die zat bij die aanslagen van 11 september, kardinaal Egan die deed de, ja, de communicatie. Maar het plan was al heel oud. Ze wisten dat al in de jaren zeventig, toen ze die torens aan het maken waren, wisten ze al waarmee ze bezig waren. Er is zo'n album van Supertramp het heet Breakfast in America moet je eens even kijken naar die hoes daar staat 9-11 even bijpakken ja jullie kunnen dat niet zien natuurlijk Supertramp en dan Breakfast in Amerika met dat plaatje Kijk. Het zit nou ook in elkaar. Je kon het zien. Dan hoe is het omdraaien of zo? Dan kan je zeggen, ja, dit overal heb je. Als je er maar iets mee doet, zit er wel wat in. Ja, je moet een spiegelen, Dat is het. Ja. Kan je dat hier doen? Maar die juffrouw, als je kijkt naar die hoes. Nou, hoes. <laughs> kijk maar naar de, naar de hoes. Die vrouw die houdt. Die. Ja, die, die houdt een ding omhoog. Dus een, een, een blad met een drop een glas jus En die staat precies in lijn met de twintowers. En die twin towers die dekken. Een stukje van de U af en van de P af. En die U, dat wordt dan 11 natuurlijk. En die P, ja, als je die spiegelt, dan wordt dat een 9. 9-11. Ja. ja, ik kan zeggen, dat is ver gezocht. Maar er is ook in de jaren negentig een, uh, een soort Kaart, dinges, spel, adventure-achtig game of zo. En daar wordt, het ook, in, uh, wordt het ook aan gerefereerd. Er zijn meer uh, dingen. In de media. Met de Simpsons of zo. Ja, ze wisten dat al heel lang. Dat was een manier om het Amerikaanse volk en de rest van de wereld verschrikkelijk angst aan te jagen. Want de Mohamedanen, die hebben het gedaan. 9,99 euro, maar dat zal een cd zijn denk ik dan. Ja, het is een cd. Als je een album wil hebben, nou, dan uh, zal die wel een stuk duurder zijn, denk ik. Er was er eentje van 99. Ja, dan heb je hem op uh, je, op vinyl heb je hem dan. 60 dollar. Halleluja. Ik zou hem niet kopen, hoor. <laughs> en, uh, niks aan. Ja, ik vind tramp, niet leuk. Niet mijn soort muziek. De mijne wat anders. Maar toen ze die gebouwen aan het bouwen waren. in de jaren zeventig. toen werd er al gezegd. ja, ze zijn zo sterk. dat ze bestand zijn. tegen de inslag van een uh, verkeersvliegtuig. Ja. Maar die gebouwen. Die waren 440 meter hoog. En de verkeersvliegtuigen. die vliegen op kilometer. Dus er is geen enkel risico... dat daar een verkeersvliegtuig... tegenaan knettert. Tenzij er natuurlijk een... een, een motorstoring... is of zo. Hè? Maar ja, dan kan je, dan is ieder flatgebouw... in New York... loopt net zoveel risico hoor... Maar het is dus niet zo dat een, iemand in zo'n vliegtuig. Oh, die moet je eventjes een bochtje maken om de Twin Towers. Ja, mensen, we gaan eventjes. Ja, in de links en dan gaan we weer terug. Ja, dat is even. Ja, we hebben de Twin Towers weer ontweken. Nee, natuurlijk niet. Dan je zeg maar een halve kilometer hoog. En je vliegt op 10 kilometer. Dus je zit je 20 keer zo hoog als de Twin Towers. Man. Je loopt helemaal geen risico dat je er tegenaan vliegt. Tenzij er een motorstoring is. Maar ja, dan is de kans dat je precies tegen die gebouwen aanvliegt. Want hoe groot waren die gebouwen nou? 40 bij 40 meter of zo? 100 bij 100 meter? En hoe groot was Manhattan wel niet? De, de kans dat een, een vliegtuig met motorpech. Wat een. For Houston, we are going down. Up. Ja, dan kan overal neerplatteren, man. Tenzij je natuurlijk uh, ja, een verkeersvliegtuig met opzet er tegenaan laat knallen. Vanwege het dramatische effect. Dat is de enige reden waarom dat gevaar zou lopen. Hè? En precies dat gebeurt er dan. Zoveel jaren later. Zogenaamd. Ja, en dat, dat zie je onder ogen. Of je ziet dat niet onder ogen. En dan blijf je geloven in die leugen met Osama Bin Laden. Die dat allemaal deed vanuit een grot in Bora Bora. Met een laptop en een satelliettelefoon. En die 19 kapers. En die hadden dan als wapen een breekmesje bij zich. Die kreeg je wel, hè, die breekmesjes? Die zijn van plastic. En als dan het puntje bot is geworden, dan breek je er een stukje vanaf en dan schuif je maar een stukje door. En uh, als het op is, dan gooi je het hele dingetje weg. En dan koop je een nieuw breekmesje. Dat is niet zo ecologisch vriendelijk, natuurlijk. hè. Dat is vandaag aan het opruimen en ik heb zo'n breekmes weggegooid. En een stom ding. Ik had nog een Stanley-mes. Nou. Kijk, dat vind ik veel handiger. Dan kun je er van die nieuwe mesjes kopen, toch? In dat handvat zit er dan ook de opslagding voor je mesjes. En er zitten nog een paar mesjes in. Als ik wat moet snijden, dan heb ik een heel scherp mes. En de plastic breekmes hier dat heb ik weggedonderd. Iedereen een plastic breekmessie mee. Ja. Dat verhaal is toch toch ongeloofwaardig voor woorden. En het is alleen maar bedoeld om de boel onder bedwang te krijgen. Na nou, die aanslagen van 11 september kwam er ook iets en het heette de Patriot Act. De Patriottenwet. En dat hield in dat op vliegtuigen, uh, vlieg, bij vliegtuigbezoek, zo, vliegtuig dat je wilde gaan vliegen, dan ja, maar gefouilleerd en gescand en uh, halve drama's man. En het is dan ook doorgecijpeld hier in Nederland, dat het ook nou plotseling normaal werd, dat kinderen van vijf, zes jaar oud, die moeten hun zomerschoentjes uitdoen om te laten scannen op explosieven. Dat gaat er dan niet om, om, het gaat er dan niet om om ervoor te zorgen dat het vliegtuigen niet exploderen. Nee. Dat wordt gedaan om de Nederlandse burger te kleineren en te vernederen. En je te maken tot een stom idiootje. En dan sta je daar op je blote voeten op een vuile vloer. Ja, prima is niet waar hoor, want die vloer daar in Schippel. daar wordt echt elke dag schoongemaakt. Ja, homo. Eén keer per dag wordt het schoongemaakt. En iedereen staat er met zijn blote voeten hè? voor de zomervakantie naar Turkije. Ja, en wie heeft er allemaal voetschimmel? Als er om half zeven s morgens iemand met de, de charter meegaat en die heeft voetschimmel. dan gaat er de hele dag die andere mensen met hun blote voetjes overheen lopen. en die krijgen dus ook allemaal voetschimmel. Ja, maar zo gaat dat. Het heet ook wel athlete's foot. Dus atleten food. Ja. Tegenwoordig kan je zeggen uh, zonnereizigers uh, foot. Want je staat op je blote voeten. op die tegels. met allemaal die schimmeltoestanden. van die andere reizigers erop. Uh, het, minimum wat ze zouden, het minimale wat ze zouden moeten doen. is dat ze iedereen. Uh, die zijn schoenen uit moet doen. dat je dan. Van die. Dat hebben ze toch in. In het zwembad hadden ze dat hoor. Van die dingetjes, die doe je dan om uh, een soort van sokjes van plastic. Met een elastiekje aan de bovenkant. En, en als je dan uh, doorheen bent en je krijgt je schoenen weer terug. Dan doe je die plastic dingetjes uit en die gooi je in de container. En weg ermee. Ja, doe dat dan uit respect voor je reiziger. Toch? Nou. Ik hoop dat ik uh, dit allemaal al duidelijk heb gemaakt. En ga me niet vertellen dat het minder of uh, dat het beter wordt. Of dat, dat we wel de goede kant uit gaan. Nee, dat wordt alleen maar erger. Er zijn zelfs al poortjes hier als je met de trein wil. Bliep, bliep, bloep, bloep. Ik ken het verhaal van een meisje en die ging dus elke dag met de bus naar school. En toen was ze dan s'morgens uh, met de blieploep chipkaartje naar school gegaan. Dat ging allemaal prima. En toen wilde ze met uh, de bus weer terug naar huis. En toen deed het kaartje geen blieploep meer. Want de chip die was kapot. Toen heeft de buschauffeur die heeft haar laten staan bij de halte. Een meisje van 14. Ik heb het ook gehad hoor. Dus ik zou naar de repetitie moeten in, uh, in Oosterbeek. Mm. En ik uh, blieploep, maar geen blieploep hè. Nou, oh, is die man, oh, dan is je saldo denk ik op. Dus ik, oh. ik zei, nou, uh, doe dan maar even uh, handje-contantje. Ja, oh, dat is 43.897 euro, uh, want u gaat voorin zitten toch? Ja, oh nee, dan krijg ik nog toeslag. Nou, ik hoorde wat een of belachelijk bedrag. En dat had ik dus niet contant bij me. Dat is echt belachelijk duur. vijf euro voor... Als ik ga lopen is dat... Ja, ik heb me, ja, Het was me net even te ver om te lopen. Maar ik, ik kan ook lopen naar Oosterbeek. Ik denk een half uur lopen of zo. Dus twee, twee, drie kilometer gaat. vijf euro. ja oh, dan moet je maar even gaan opladen. nou ik dat station uh, gebeuren in hier in Arnhem. Uh, helemaal niet blij hè. Dat kon helemaal niet opladen. en mijn pinpas deed het wel. er uh, is dus helemaal geen punt. maar die die chipdingen deed niet meer. en er was er zo'n dame van uh, van de, uh, vervoerdinges NS ellende. zit daar naartoe? zei ja. Uh, ik moet en die vrouw zo ja dan is de chip kapot dan denk ik, ja <laughs> zucht ja al met al de bus naar, uh, naar Oosterbeek ja die gaat dus niet naar Oosterbeek maar die gaat dus door Oosterbeek de bus naar wat ik veel, Veenendaal of zo Wageningen ja die was al lang weg ik kon ook die jongens gaan bellen maar, nou toen heb ik gepins. Euh, nou, dan moet je er ook nog je geld klein maken. Er is maar iets gekocht bij de. weet ik wel, wat ik gekocht heb. Blikje bier of zo. En dan nog een half uur later, maar met de volgende bus. Hè? Ja, gezellig is dat. Zo word je op je nummer gezet. Maar vroeger had je dat niet. En ging je bij de sigarenboer uh, even uh, strippen kopen. En dan, dan had ik van die grote jukkels. Uh, 15 strippen aan één kant en 15 strippen aan de andere kant. Daar kon je een hele tijd mee door. Kon je ook precies zien uh, hoeveel strippen je nog had. Ja? Op je overchipkaart kan je dat niet zien. Ja? Nee. Moet je maar een beetje ruiken wat er nog op staat. Maar dat zie je iedere keer als je geblieploept hebt. Ja, na afloop. Als je voldoende saldo hebt. Nou, maar dan moet je ervoor zorgen dat er altijd uh, voldoende saldo op staat. Ja. Ja, dit is van het best allemaal. Dus ik vind het gewoon helemaal niet leuk. Uh, het irritant. Ik ben er met dat hele chip gebeuren. Echt of... Oh, dat was ook zo. Dat. Ik. was het nou? Ik had geblieploept. Maar dat bleek. Ik, ik had geblieploept voor de NS. Maar ik reed dan uiteindelijk met Arriva. En toen wilde ik weer terug. Ik had dus netjes geblieploept. Maar ik kon het dus niet uitchecken. En toen kwam ik aan in weet ik veel een of andere dorp in de achterhoek. Daar kon ik niet uitchecken. Nee, want die wat uh, die Ik denk nou, dan, dan ga ik, maar dan wilde ik terug. Ik denk wel wel legaal reizen. Dan wil ik weer even inchecken. Dat ging dus ook niet. Nee, want ik ben niet uitgecheckt, dus ik kan niet inchecken. Ik denk ja, flikker dat toch op. Daar kan ik super super geïrriteerd van raken. En daar zou je nog maar gezeik over krijgen, dat ik een of andere maandagochtendcontroleur heb... ...die er eventjes denkt van, nou, dan ben ik de zorro van uh, de Arriva... ...en ik ga al die fraudeurs, die ga ik aan de hoogste paal nagelen. Dan ben je nog de bok ook. Terwijl, dat is mijn probleem helemaal niet. Vroeger deed ik uh, bleep bloep met mijn pinpas. Zat er zat helemaal geen chip in mijn pinpas, dat ja, helemaal niet nodig. En dan mijn bankrekeningshaldo, ja, daar staat er in de regel voldoende op... Ja, dat is wel even pinnen. Huppakee. Nou, dat je gewoon heel normaal. Ik is een voordeelkaart. Die kocht je dan van de 1S. De Claro. Gewoon een kaartje. Nee, bleep, bloep. Blop, blop. Zo, een bloep Blablop. Zo'n vriendin van mij. Of een kennisvriendin. Dat is, uh, de vrouw van Gert. Gert is overleden, by the way. En die werkt dan in, in de buurt van Nijmegen. En die moet dus elke dag met de trein vanuit Ede Wageningen naar Nijmegen. En daar wandelt met de bus en heeft ze zo'n trajectkaart. Nou, komt ze aan op Ede Wageningen. Staat er een hele rij voor het bliep-bloep-apparaat. Zij heeft voor het hele jaar betaald. Nou, zij stapt dus. In de trein, want die stond op het punt om te gaan vertrekken. En zij moet op tijd zijn, want ze zit in het onderwijs. Dan moet je natuurlijk altijd op tijd zijn op je werk, maar bij het onderwijs is dat extra belangrijk, want er zit een hele klas op jou te wachten. Dus zij stapt in die trein met haar volledig betaalde abonnement ja Alleen niet ingecheckt. Nee, want er zonder rij voor de bloep En zij wilde zeker zijn dat ze meekwam met die trein. Nou, terwijl die trein recht weg stonden er nog mensen voor de blieploep natuurlijk. Dus was achter, achter, had ze netjes achteraan gesloten, had ze die trein gemist. Nou, dan komt er dan zo'n controleur en die, en die ziet dus dat ze niet ingecheckt heeft. En die gaat er even een punt van maken. Zij had voor een jaar betaald. Het puur vernederen. Van de burgert. Dat is wat er gebeurt. Dank u wel. Alsjeblieft. Mijn dochter nou, die was dan uh, van het weekend, was ze bij mij even om te eten. was heel gezellig, lekker gelachen. Zo. En die zei, nou, ik, ik ben er echt wel uh, dat we bij Europa gaan. Want uh, ik moet nu. Uh, dan had nieuwe lenzen nodig. En dan is een besteltermijn uh, van drie maanden. Vanwege Brexit. Terwijl. Ik, met Brexit, is dat, is dat al er doorheen of zo? Ja, vanwege Brexit. Uh, ja, dan moet ik drie maanden wachten op mijn lenzen. Deerwaardige uh, zeur. Ergerlijk. En dan zei ik tegen mijn dochter, well, ja, het is wel leuk met die EU, want een gemiddelde ambtenaar, die kost je 345.000 euro per jaar. Nou, zei mijn dochter, dat moet dan maar. Want ik wil wel mijn lens op tijd kunnen hebben. En dan maar 345.000 euro per jaar naar een EU-ambtenaar. Ja. Ja, en zo zakken we allemaal lekker af, hè? Tot het niveau van de, de eeuwig betalende slaaf. Alsjeblieft. Nee, maar dank u wel voor het inzicht. Nou, dan ga ik nu uh, ga ik mooi afronden. Dat doe ik natuurlijk netjes op zijn hamburg, zoals ik dat altijd doe. En ik moet er even nadenken over een titel die een beetje aanlokkelijk is want als je begint over 11 september en de aanslagen, erin mis er oh nee oh nee dat is de mening van Perry. Oh, maar ik heb een andere mening, hoor. Want ik geloof echt in Osama bin Laden mallard. Dat echt een, echt een typisch kereltje waarvan ik denk nou die zou het gedaan kunnen hebben. Vanuit zo'n grot in Bora, Bora met een laptop en een satelliettelefoon en 19 Arabieren met een breekmesje. En die ene die... Die, 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 die vent nou, die, die hele beroemde. was is altijd die foto van te zien. Die, uh, nou, je hoort die namen dan uit je hoofd te kennen. Hè? Oh ja, en dat paspoort wat gevonden is. Dat was een dag, twee dagen na de uh, aanslagen in 11 september. Dus op 12 september, 13 september... loopt uh, de burgemeester door uh, New York... Zijn naam hoor ik natuurlijk ook te weten, maar... Ik zie zijn kop zo... Giuliani. Ja, zie je? Ik denk aan dat lelijke hoofd van die man en gelijk weet dat het Giuliani heet. Loopt Giuliani dan met een cameraploeg zo door New York heen, zo tussen de puinhopen. En dan een collega van Giuliani is erbij. En die zegt, hé, hey, ik zie wat liggen. En die vist er zo tussen het puin een paspoort. Totaal ongeschonden. En jij ja, je lurf daar. Uh, Wim Kruidentuin zegt. Ja, dat is normaal, dat kan. En die man die zat dus. achter dat stuur van die Boeing. En die had dat paspoort natuurlijk in zijn binnenzak. En toen is die bojing helemaal zo. Een grote vuurbal. Die man is ook helemaal weg en zo. Maar dat paspoort is zo. Bloed, 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 naar beneden getwarreld. En dat was ongeschonden. En Wim Kruidentuin heeft er ook geen enkele moeite mee. dat hij. Dat soort dingen gebeuren. Ja. <laughs> nee, wat ik nog meer uh, dingen? Ik, moet echt, oh, nou, ik ga nadenken over een leuke titel. Maar ja? lachen met samensweringstheorieën of zo. Maar dat doe ik wel terwijl ik van jullie netjes afscheid heb genomen. En op zijn hamburg sta ik daarom. Tjus. En dag ongelovigen.